Oké, we hebben de afgelopen tijd 2 keer gekeken naar de reality show van Roy Donders. Ging goed, ging heel goed. Is dit een potje Colimax? Normaal, vooral. Oh ja, nou dit is de handstand. Het verbaast me nog steeds. Maar goed, waar we ook vaker video's over hebben gemaakt, is Lang Leven de Liefde. Ging ook goed. Ja, ik dacht wel eerst dat je vet debiel zou zijn. Wat ik? Nu kreeg ik een DM. Roy Donders heeft meegedaan aan Lang Leven de Liefde. Waarom heeft nooit iemand het tegen me gezegd? Hier, het staat gewoon op YouTube. 2 afleveringen zelfs. Laten we gaan kijken. Voor 2 nieuwe vrijgezellen gaat het nu echt beginnen. Hun grote kans op ware liefde. Leuk. Oh ja, als je Roy pas kent sinds de nieuwe reality show waar hij een vriendin heeft, hij valt ook op mannen. En voor de mensen die het nieuwe seizoen van de reality show niet hebben gezien en denken, ja, duh, het is Roy Donders. Hij heeft nu een kind met een vrouw. Ik heb 2 relaties gehad. Mijn eerste relatie was met een vrouw, hele aardige. Ja, ze was Engels. Ik heb haar ontmoet in Spanje toen ik stage aan het lopen was. Wow. En op een gegeven moment voelde het gewoon niet meer natuurlijk met vrouwen. Dus toen ben ik overgestapt naar de mannen, om maar zo te zeggen. Nou! Hey, dat is exact Roy. Nee, dat is exact andersom van Roy. Die is van mannen naar vrouwen gegaan. Ongeveer sinds... 1 jaar geleden. Hoe lang is dit geleden? 1 jaar geleden geüpload. Roy is niet meer gay sinds deze date. Maar die relatie liep stuk omdat hij best wel agressief was als hij gedronken had. En ja, en dat wilde ik niet. Bob, is dat tegenwoordig al een afknapper? Nee, sorry. Oké. Wat wel een afknapper voor hem is... De afknappers vind ik wel eigenlijk hele vrouwelijke types. Voor mij is dat dan mannen die nagellak dragen, die handtasjes dragen, wel hoge hakken lopen. Nou, ik was ook helemaal niet geïnteresseerd in jou, dus wederzijds. Voor mij moet ze wel een beetje mannelijk zijn, om maar zo te zeggen. Ik ben Roy Donders. Ik ben nu ruim 1,5 jaar vrijgezel. Ik wil wel een mannelijke man. Hi, ik ben Roy Donders en ik heb een pantenprint auto. Ik wil niet alleen oud worden. Nee, zo zie ik mijn leven niet voor me. Oh, niet bijvoorbeeld net als Gordon en Joling willen eindigen op mijn 60ste alleen in een grote villa hier in Blarikum en helemaal alleen, lonely. Nou, dus zonder kinderen in een grote villa, met een wijnkelder. Nou, trouwens, nee. Nee, ik zou ook niet in Blarikum willen wonen. Die zie ik er nog leuk uit, dus laten we niet te lang wachten. Ik val niet op een hele verwijfde geelnicht, zeg maar. Terwijl die zo in de spiegel kijkt. Ik val niet op een hele verwijfde geelnicht, zeg maar. Hé, maar dat is best wel een match. Ze willen allebei mannelijke mannen. Dus ik verwacht dat ze zo binnenkomen lopen dat ze... Hey, fucker G, ik ben Roy. Hey, heb jij nog bitches genomen? Hallo! Hi! Ja, dat had je niet verwacht, hè? Zeker niet. Oh, wat grappig. Ja. Oh, hi. Je hebt het al gezellig gemaakt, ja, zie zeker. Ik. Nou, we kunnen elkaar geen hand geven. Nee, ik ben Brian. Brian? Ja. Brian. Dit is niet Brian, maar Brian. Het is een ei. Dat is net alsof je je kind Sam noemt, maar dan wel schrijft met een A. Nee, dat is gewoon Sam. Trouwens, we mochten elkaar geen hand geven. Wat was toch vorig jaar? Oké, dat klopt dan niet. Oh, hij is hier ook 29. Hij is nu 32. En jij zit al aan de wijn? Tuurlijk. Waarom niet? Droge witte wijn? Ik heb geen idee welke het is. Wil je ook een wijntje? Ja, lekker. Ja. Ik hou van wijn. Ja. Ah, oké. Nou, dan heb je pech. Ja, want dit is zeg maar de goedkoopste wijn van Albert Heijn. En dit is de goedkoopste champagne van Albert Heijn. En nu is het goedkoop niet altijd goor. Maar deze motherfucker, goor. Nee, maakt geen reet uit. Ze gaan het hartstikke gezellig hebben. Het is ook een leuk stijl samen. Want hij is lekker rustig en enthousiast. En Roy had een super leuk cadeautje. Echt heel cute. Met een verhaal dat hij gelovig is opgevoed. Er zit wel een verhaal bij. Ja. Ik ben best wel katholiek opgevoed, ja. Opgegroeid. En toen bleek die gay. Dan kun je me in de auto hangen en dan hoop ik dat je nooit geen ongeluk krijgt. Oh, nou voel ik me schuldig, dat heb ik niks heb meegebracht. Oh, ja, nou ja, hier staat hier, de kaas staat al klaar. Wijn. Cute. Nee, maar ja, je hoeft niks mee te nemen. Je hebt al de kaas en de worst gesneden, de wijn klaargezet. Dat is zo cute. Heb je zelf kinderwensen of niet? Hoe ouder ik word, hoe meer ik daar wel over nadenk. Ja? Ja. Nou, hoe zie je dat voor je dan? Adopteren of via een draagmoeder? Dan denk ik toch eerder dat ik echt voor draagmoeder zou kiezen, denk ik. Zijn we nodig, joh. Zijn we niet nodig. Wat Roy hier niet weet, is dat hij een paar jaar later gewoon een kind krijgt met een vrouw. En vrouwen kunnen kinderen zo helemaal zelf maken. Dus. Nou, hij wist dat, want hij had er al een keer eerder gebruik van gemaakt. En jij, heb jij een kinderwens? Ik heb een dochter. Je hebt een dochter? Ja. Oké, hoe oud? 3 jaar. Ja. Oké, alleen leuk. Die woont in Schotland.
In Schotland? Ja. Oké, zijn kind woont in Schotland. Nou, daar zou een reden voor zijn. Ja, ik heb in Spanje gewoond 8 jaar. En ben net een half jaar terug. Sí, oké. Sí, sí. Ik hou van Spanje. Torremolinos. Nee! Ja. Daar zit de kekte iedere maand. Ja. Oh ja, ik begreep niet helemaal waarom je kind in Schotland woonde, maar ik snap het nu. En ik was 18 toen ik echt uit de kast kwam. Ja. Tegenover mijn ouders en zo. En je ouders reageerden gewoon wel goed erop? Ja, meteen. Ja. Mijn vader die moest er wel heel even aan wennen. Die is even een weekendje naar de camping gegaan. En die kwam terug en die pakte me vast. En die zei, jongen, maakt niet uit. Onze Frans ging melk halen voor een weekend lang. Hey. Hey. How you doing? Zijn match is de one and only Roy Donders. En dat moet meteen geappt worden. Raad met wie. Dus lang leven de liefde. Dit kan iedereen zijn. Barack Obama. Weet ik veel, Brian. Dit soort spelletjes waarom ik met je kind naar Schotland ben gegaan. Sorry. En waarom heb jij besloten met dit programma mee te doen? En niet, weet ik veel, Tinder of... Ik kan toch niet op Tinder gaan zitten. Kan toch niet. Ik kan toch niet op Tinder of op Grindr gaan zitten. Nee, dat kan echt niet. Daar heb ik echt te veel respect voor mezelf. Sorry, ja. Dat doe ik echt. Ja, snap je? Dat heb ik echt precies... Sorry hoor, dat... dat is mijn flitsmeister. Die is onderweg met mijn eten. Toen zette Roy zijn zonnebril op in huis en gingen ze... Echte mannen doen niet aan bierpong, maar spelen spelletjes met champagne. Champagnepong spelen. Ik wil een mannelijke man. Nou, toen hadden ze het over daten met rijke mensen en bekende mensen. Doet iemand het dan om bijvoorbeeld mee over de rode loper te kunnen? Of doet iemand het omdat hij mij zo heel leuk vindt? Ja, daar weet je nooit van tevoren. Daar moet je achterkomen. Ja. En dat is ook de reden waarom ik hier aan mee heb gedaan. Omdat ik zoiets had van... Degene die hier naartoe komt, die komt gewoon voor de liefde. Oh, oké. Dus in principe kan je ook gewoon blind daten zonder dat het wordt uitgezonden op nationale televisie. Sterker nog, als je zo graag niet iemand wil daten die bij jou is voor de aandacht. Misschien is het dan een handig idee om je niet op te geven voor een datingsprogramma op televisie. Ik weet in ieder geval zeker dat jij niet uit bent op bekendheid. Het enige wat je nu zeker weet over je blind date, is dat hij zich heeft aangemeld voor televisie. Toch ben ik super blij dat hij het doet. Dan kunnen wij weer genieten van onze Roy. Goed, dat was hem, aflevering 87. Er is dus nog, zoals ik net zei, een tweede aflevering, 88. Ja, laten we die dan ook maar even gaan kijken, toch? Ja. Eet smakelijk. Ja, jij ook. Gaan we nog bidden? Nee, joh. Echt? Oh, ik moet zeggen. Hoe oud was je toen je voor het eerst, weet ik, voor Botox deed of... Ik vroeg daar de sojasaus. Dit was echt zo'n vraag die al 3 uur op zijn tong heeft liggen. Oké, ik ga nu bestellen. Wat wil jij hebben? Trouwens, hoe duur was eigenlijk jouw botox? Was het veel geld? Wat? Ik wil water. Water is prima. Ja. Ik heb ook een voorhoofdlift gehad toen ik 23 was. En wat? Ze hebben mijn wenkbrauw iets hoger gezet. Ja, dat valt niet op, want nee. Ze staan gewoon normaal. Ja. Maar kun je nagaan hoe het dan was, zeg maar. Ik had echt dit zo. Oké. Ik werd daar gewoon heel ongelukkig van. Nou, met die wenkbrauwen zo leek je ook echt heel erg ongelukkig. Trouwens, ik zie nu pas dat Brian best wel knap is. Hij lijkt een beetje op Justin Timberlake. Jawel. Met een man-bun. En 20... Nee, sorry. Terwijl ik helemaal geen droevig persoon ben. Ik ben altijd vrolijk, positief, blij. Maar voor de rest, nee. Ik ben wel blij met mezelf. Ja, fucking hell. Dat mag ook wel. Nou, ik heb botox, ik heb fillers, ik heb een voorhoofdlift. Er komt een baartransplantatie aan. Er komt een BBL aan. Maar ik ben heel blij met mezelf hoor. Ja, ik ben wie ik ben. En je krijgt me zoals ik ben. En ik kan niet veranderen. Trouwens, mijn tanden zijn allemaal kronen. Over zijn nieuwe kronen gesproken trouwens. Dan doen wij daar ook geschuit. Geschuit? Ik wil balletje! Beschuit mijn meisje. Het is echt een cute stel. Het is jammer dat het niks is geworden. Trouwens, ze geven elkaar geen hand als ze binnenkomen. Maar ze spelen wel dit spel. Is dat niet het allerslechtste spel van heel de wereld om te spelen tijdens een pandemie? Een hele goede samenvatting van hoe alle regels toen zijn gelopen. Nou, toen sliepen ze los van elkaar. Kan hartstikke goed zijn door de pandemie. What the fuck is dit? What the fuck? Oké, dit is dus het andere stel in de aflevering. Nou, die hebben het ook heel gezellig gezien. Ruikt ze er nou aan? Ze ruikt aan het kleed wat hij net...
Dit doet hij toch net zijn ballen mee af? Ligt nou aan mij? Dit gaat langs de anus. Goed, we gaan heel snel terug naar Roy en Brian. De vraag is namelijk, gaan ze nog een 24 uur eraan vastplakken? Ik voel me eigenlijk niet ongemakkelijk. Ik voel me heel gemakkelijk bij jou. Ja. Maar het programma heeft natuurlijk Lang Leven de Liefde. En die is er niet. Nee. Het voelt eigenlijk alsof ik in het huis ben met mezelf. Ja, dat snap ik wel. Ze gingen net zingen en ze namen gewoon hetzelfde kapsel. En Roy had trouwens weer een zonnebril op in huis. Ja, als we hebben heel veel gesprekken gevoerd. We hebben het overal over gehad. Ja. Jij hebt niet echt een doel in je leven. Wow. Oké. Gewoon een nee zelf voldoende zijn. Oké, ik vond het heel leuk om weer naar Roy Donders te kijken. Ik heb niet een aflevering 3 gemaakt voor Roy Donders reality show. Want ja, dan kwamen gewoon allemaal tokkies naar mijn video. Laat even weten. Moet ik een aflevering 3 doen van de reality show van Roy Donders? Doei! Doei!